mijn eerste uitgever was een vrouw. Vriendelijk, zakelijk. Een boek was iets dat geschreven werd om verkocht te worden. En daar moest ik vooral niet te veel onkosten aan kleven. Zo had ze bedacht dat het aardig wat geld scheelde als er geen corrector aan de passen kon. Iets dat ik trouwens helaas pas achteraf van haar hoorde. Ik leverde blij mijn tekst in. Twee maanden later werd er een boekje in een envelop thuis bezorgd. Trots en blij begon ik erin te bladeren. Waarna ik al snel stuitte op alle fouten die ik er tijdens het schrijven gemaakt had en waarvan ik had gedacht dat die er wel door de uitgeverij uitgehaald zouden worden. Het boek las als een prijsvraag. Hoeveel fouten kunt u in 5 minuten aanwijzen? Een gedroogd leerboekje voor de hoogste klas van het basisonderwijs. Erger nog was dat er allerlei aanwijzingen van mij ongewijzigd in het boek terecht waren gekomen, zoals deze alinea kan volgens mij beter een beetje naar onderen, willen jullie daar nog even naar kijken? Ik belde de vrouw op en zei me deze dat ik het wel erg vond van die fouten. Ja, die had je er natuurlijk zelf uit moeten halen, zei ze opgewekt. Maar degene die het bij jullie leest, die moet ze toch ook gezien hebben, wie dat ik vond? Ja, zeg, kom aan, zei ze. Je denkt toch niet dat we hier tijd hebben om manuscripten te lezen? Ze worden gewoon gedrukt. Manuscripten lezen. Veel maakt het overigens niet uit. Toen ik de jaarlijkse afrekening kreeg, bleek de verkoop uit 10 boeken te bestaan. En dat klopte. Ze stonden alle 10 bij mij. Op een plank in mijn werkkamer. Mijn tweede uitgever was net begonnen met uitgeven. Het was zijn eerste jaar en ik zijn eerste schrijver. Mijn boek liep aardig en zo had hij er nog wat meer in de boekhandel liggen dat goed verkocht. Hij leefde op grote voet, stapte dagelijks in een snel gesneden pak met prachtige laarzen uit zijn bolide, waarna hij zich begaf naar zijn kantoor met James Eames stoelen en Le Corbusier bureau en veel whisky. Het fijne van uitgever zijn is dat de opbrengsten van de verkoop van je boeken het ene jaar plaatsvindt en de verrekening van de royalties met je auteurs pas een jaar later. In dat eerste jaar heb je dus het gevoel dat je stinkend rijk aan het worden bent. In het tweede jaar wordt het gevoel beduidend minder, want er moet er afgerekend worden. Een uitgever met hersens en een zekere moraal reserveert daar dan ook geld voor. Een uitgever met hersens en geen moraal geeft het gewoon uit en laat zich op het moment dat er afgerekend moet worden failliet verklaren. Bye bye, 16.000 gulden. Ja, sorry hoor, zijn jullie opgewekt. En verdween uit mijn leven. Jaren later kwam ik hem weer tegen. Hij was inmiddels manager van Jomanda geworden. Wat mij een goede combi leek. 2 mensen die er op hun eigen manier verdomde goed in waren ergens de hand op te leggen. Inmiddels had zich een man tot mij gewend die zich uitgever Nieuwe School noemde. Hij intrigeerde mij vooral doordat hij op elk van zijn vele truien altijd een poezenbrosje droeg. Leuke speelse katjes in velerlei kleuren. Zijn nieuwe stijl bestond eruit dat hij vond dat een contract een motie van wantrouwen is. En dat wantrouwen tussen uitgever en schrijver alleen maar tot slechte boeken kan leiden. Wat hij voorstelde was dat ik zou schrijven, hij zou uitgeven en we zouden samen delen. Waarbij zijn poesje en hij mij met grote, kinderlijk blauwe ogen aankeken. Inmiddels enigszins door de wol geverfd, zei ik dat ik in dit geval toch maar liever een voorkeur gaf aan wat gezond wantrouwen. Dat liep dus op niks uit. Maar later hoorde ik dat hij toch een paar schrijvers had gevonden die wel wat voor zijn benadering voelden. Hij had echt hun boeken uitgegeven en ook nog eerlijk gedeeld. Waarbij hij helaas de belasting over het hoofd zag. Iets dat niet wederkerig was. Failliet dus. In die tijd begon ik ernstig te twijfelen aan mezelf. Ik zat in een periode waarin min of meer toevallig mijn ene tandarts naar de andere overleed, zodra ik ook maar 1 keer op een stoel had gezeten. En nu ineens bleek iedere uitgever waarmee ik te maken had binnen de kortste keren failliet te gaan. Het bezorgde mij het griezelige gevoel dat ik ongeluk uitstraalde. Maar gelukkig, nu kwam ik terecht bij een gerenommeerde uitgever die prachtige boeken uitgaf. En mijn boeken dus ook. Het vervelende was dat zijn reclamebudget voornamelijk besteed werd aan de boeken van zijn vriend en echtgenoot, een topschrijver, dat wel,
maar echt lekker voelde het niet. En al helemaal niet eerlijk. Bovendien vond de PR-dame dat een boer zichzelf moet verkopen. Haar beleid bestond er dan ook uit dat ze zo stiekem mogelijk een paar boeken van mij bij een boekhandel neerlegde, die daar vervolgens ook bleven liggen. Behalve wanneer af en toe dierbare vriendinnen van mij ze snel en stiekem verwisselden voor een boek dat in het rijtje top 10 stond opgesteld. Meestal de nummer 6, dat viel het minste op. En dat wilde me wel eens helpen bij de verkoop. Zoals het ook een nuttige gewoonte is dat ik bij de wedelers bij het boekenbureau een stapeltje liep wel eens op de stapel Margriet leg. Iets dat niet contractueel is vastgelegd, maar wel verwacht wordt van alle medewerkers van ons mooie tijdschrift. Ik was inmiddels op het punt beland dat mijn visie op uitgeverijen bestond uit een hardgrondig zakte margarine. In boekenschrijven had ik totaal geen zin in. Ik kwam er ook zonder veel enthousiasme van weer een andere uitgeverij terecht. Mistral deze keer. Nooit van gehoord. Maar er deden wel leuke verhalen over de ronde. Oké, nog één moet dan. Arme uitgever Herbert de Crow. Die mij na alle voorafgaande jaren van verbitterde teleurstellingen en groeiend wantrouwen jegens de branche zover moest zien te krijgen dat ik een leuk boek ging schrijven. Het was dan ook niet toevallig dat al vrij snel, nadat ik mijn intrede had gedaan, de uitgeverij verhuisde van de vierde verdieping van een Amsterdams pand naar een pand dat gelijkvloers lag. Het gevaar dat mijn uitgever na de zoveelste botsing met mij uit het raam zou springen, werd kennelijk niet denkbeeldig geacht. Inmiddels kwam ik er tot mijn niet geringe verbazing achter dat ik eigenlijk toch wel leuk terecht was gekomen. Dat ik te maken had met aardige, professionele mensen, bij wie de liefde voor het boek eraf spatte. En dat er voor mij heel wat te leren viel op het gebied van schrijven. Tot mijn eigen verbazing ging ik dat schrijven ook weer steeds leuker vinden. De vreugde om een mooi geformuleerde zin en een goed gevonden woord. Het goed gelukte uitwerken van een verhaallijn. Het kwam allemaal weer terug. Dat gebeurde niet van de ene dag op de andere. Het was een langdurig proces waarbij Herbert fungeerde als een raspel tin met fluwelen handschoenen. En ja, ik ben een heel gelukkig meisje vandaag. Boek af, leuke mensen om me heen, veel drank. Herbert, Hanneke, Jochem, Willem, de dag dat ik bij jullie terecht kwam was my lucky day. Tineke, gefeliciteerd met de presentatie van je boek. Dankjewel, ja. Dankjewel. Een grote dag. Een grote dag. Ja, hele belangrijke dag. Hoe lang heb je erover gedaan om het boek te schrijven? Nou, dit boek behoorlijk lang. Ik denk toch zeker ruim een jaar. Ik heb het namelijk helemaal herschreven. Herschreven? Ja. Het concept al klaar liggen, zo gezegd? Nee, ik had het boek al geschreven. En toen bleek toch dat het beter weer andere wendingen kon nemen. En dan moet je de personages ook veranderen. Ja, ja. En dat alles bij elkaar is het een ontzettend vruchtbaar en interessant en boeiend proces geweest. Ja. En ja, nu is het boek klaar. Heerlijk. Het volgende boek al in de pen of ligt hij al op stapel? Of heb je al ideeën? Ik ben met hoofdstuk 2 bezig van mijn nieuwe boek. Ja. Wat hierna komt. Okay. Hoe lang denk je daarover te doen? Hoe lang ik daarover ga doen? Lang, het is een moeilijk boek. Okay. Ja. Ik heb begrepen dat De Vrouwen van Vet een vervolg is op het eerste deel. Ja. Heb je daar veel reacties op gehad? Er zijn er veel boeken van verkocht? Wat doen we met Fred? Dat was het eerste deel. Zijn er 70.000 verkocht. Okay. En dat hoop ik voor dit ook. In het eerste boek, De Vrouwen van Fred, hebben 4 vrouwen de hoofdrol, 4 vriendinnen. En die vriendinnen bezoek ik 10 jaar later weer in dat tweede boek. Ja. En die zijn veranderd, er is van alles gebeurd. En ja, dan wordt het eigenlijk heel boeiend dat ze erachter komen wie ze nou eigenlijk werkelijk zijn. En dat is anders dan ze dachten. Ja. Hoe kom je nou als schrijver aan zo'n verhaallijn? Ik heb geen idee. De grote creativiteit die er is. Ja, het begint met iets kleins en dat bouw je uit. En er komt steeds meer bij. En je moet niet vergeten, Maarten, het is het enige wat ik kan. En het is ook eigenlijk het enige wat ik doe. Ja. Dus dan is het waarschijnlijk voor mij. Maar toch niet het enige waar je succesvol in bent? Nou, ik dacht eigenlijk wel. Ja, maar het is niet het enige wat ik leuk vind.
Want hier in Doesburger ben ik met allerlei dingen bezig. Dat is, zo verschrikkelijk leuk. Ja, Doesburger is inspirerend. Absoluut, vind ik wel. We vinden het ook hartstikke leuk dat je een Doesburger geworden bent. Ja, nou. Dan zeg ik iets verkeerd, want er zijn mensen die zeggen van Doesburger word je pas als je echt Doesburger in Doesburg geboren bent. Maar ik denk dat je net zoals bij sommige nationaliteiten, dat als je lang genoeg woont en je integreert in de samenleving, dat je ook het predicaat Doesburger mag krijgen, of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat het te maken heeft met hoeveel je van een plaats houdt. En ik hou ontzettend veel van Doesburg. Doesburg zit echt in mijn hart. Dus ik voel me een Doesburger. Mensen zeggen wel eens het is een virus. Het is een virus? Oh, absoluut. Iedereen heeft het hier. Dankjewel en veel succes met je boek. Dankjewel.